Frida. In dit geval een sympathisant van de kraamvereniging. Ik heb wel gekraakt. Ik heb een aantal jaar gekraakt. Omdat ik geen woning kon vinden als jongere in Amsterdam. En toch echt wel niet meer bij mijn ouders wilde wonen. En dat is eigenlijk niet goed te doen. Want jonge mensen, ook migranten hier op de arbeidsmarkt, die hebben te maken met hele hoge prijzen en uitbuiting. En onrechtmatige omstandigheden. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in om in zo'n soort van uitbuitingsmolen te gaan. Dus ben ik gaan kraken met een groep mensen. En dat vond ik eigenlijk een heel goede manier om veel prettigere woonomgeving en leefmilieu voor mezelf te creëren. En tegelijkertijd ook ermee bezig te zijn van ja, hoe kan het nou anders? Hoe kan het nou anders eigenlijk? Kan het anders in Amsterdam? Ik heb doorlopen. Ja. Er zijn dus heel veel meer mensen mee bezig. Ik denk dat er nog steeds aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zeg maar, voor starters echt een probleem is in Amsterdam. Ondertussen staan er nog steeds heel veel leeg. En er zijn eigenlijk geen instrumenten om dat goed te doen, ook voor de overheid. Om daar wat aan te doen. De woningmarkt loopt ook helemaal vast op het moment. Dus het systeem is echt failliet. En ik zou ook niet precies weten hoe het dan wel zou moeten, want het is heel duur om woningen te creëren. Maar in elk geval moet het fair. En het slaat natuurlijk helemaal nergens op om, als die problemen niet zijn opgelost, om dan mensen crimineel te verklaren die gewoon echt gaan wonen. In kraakwanden heb je wel soms bewegingen die zich meer ecologisch bewust zijn. Er zijn bijvoorbeeld veel volkskeukens die veel vegetarisch-veganistisch eten maken. Maar ook de transition towns doen dingen met milieu. Dus ook dat soort van experimenten en bewustwording leeft ook in die subculturen waar kraakwanden ruimte aanbieden. En dat is ook dat soort dingen vind ik ook een heel belangrijk aspect daarvan. En dat hoort ook bij Amsterdam. Die wet is aangenomen en dat is natuurlijk gewoon een treurig gegeven. Het is waarschijnlijk ook maar één van de voorboden van alle treurige dingen die op ons af aan het komen zijn met deze hele verrechtsing, rechtsregering. Hier in Amsterdam hebben we als gemeenteraad met meerderheid in elk geval duidelijk gemaakt dat wij vinden dat het in elk geval niet ontruimd moet worden voor leegstand, omdat dat principe gewoon altijd een goed principe is geweest en toen ook al gold voor illegale kraken. Ja, de burgemeester heeft wel zijn eigen mandaat. Hij heeft aangegeven dat hij daar niet helemaal in mee kan gaan. Hij heeft te maken met een openbaar ministerie, landelijk, dat een hele harde lijn van Den Haag, van de rechtse regering, ook meeneemt in hoe ze ermee omgaan. En als gemeenteraad kunnen we daar maar beperkt wat aan doen, maar we blijven de aandacht voor vragen. Deze wet inderdaad zeker zien als een aanval op minderheden, op politieke minderheden ook. Links is in verdrukking en minderheidsstandpunten, maar ook minderheden, culturele minderheden, die worden duidelijk in het nauw gedreven. En ik vind dat een heel zorgwekkende ontwikkeling. Ik denk dat het bij een democratie hoort dat je respect hebt voor minderheden en ook voor politieke minderheden. En dat je probeert om juist gebruik te maken van die diversiteit om krachtiger te worden. En dus ik maak me heel erg veel zorgen, ja. Ja, ik wil zeggen dat ik hoop dat kraken doorgaat en dat ik ervan uitga dat kraken gaat door.